Well. And who are you? Ik ben Jan van Loo. Hoe kom jij hier? Dat is een hele verhaal. Ik ben medisch student en dit is mijn universiteit. Kijk, als ik van hier naar huis ga, dan loop ik door dit hek. Dan sla ik rechtsaf, over dat bruggetje en zo onze straat in. Ik herinner me nog duidelijk hoe ik op een morgen thuis kwam. Nu zowat een 6 jaar geleden. Als ik van mijn werk kom, zeg ik, schenne me nou. Rika, Rika, schenne me nou. Even nog wat eten, Tines. Doe nou laat me los. Schotterik. Doe nou, laat me los. Rika, Rika, laat me nou. Morgen, meneer Van Loon. Wat ziet hij er weer uit? Wat ziet hij er weer uit? Ja, da 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 hebben Duitse militaire eenheden onze grens overschreden. De verdediging is paraat gebleken. De inundaties voltrekken zich volgens plan. Bij de aanvallen op vliegvelden... Los, los! Oorlog, oorlog! En de Russen trekken de grens over. Ik kom! Utrecht en andere grote bevolkingscentra zouden binnen zeer korte tijd dit lot met Rotterdam moeten delen. Het waren deze harde feiten die ons noopten dit hoogst ernstig besluit te nemen. Wij hebben den strijd gestaakt. Vuile schoften. Wat hebben ze hier te maken? Het recht van de sterkste. Reuze sterk weerloze burgers te bombarderen. Denken dat dat het land is van Goethe, Beethoven, Heine, Kant, Faust, Don Carlos. Ach man, je droomt. Hier heb je je Faust. Je Goethe. Je wetenschap. Je cultuur. Je beschaving. Zo ziet het eruit. Nou is alles afgelopen. Als ratten in een val. We gaan eraan. We gaan eraan? Nonsens. Over een paar maanden liggen ze eruit. Ja.
In het begin dachten we werkelijk dat het met een paar maanden afgelopen zou zijn. En we gingen maar weer gewoon naar college in het ziekenhuis. Dames en heren, we zullen dit beschouwen als het tweede uur. En ik zal dan een ander onderwerp nemen, wat wel enigszins aansluit bij het voorgaande. Namelijk wilde meer in het bijzonder nog even stilstaan bij de bespreking van de rima oris. En u herinnert u misschien wel dat de rima oris, de mondspleet, dat die in het algemeen bij de dieren des te groter is en naarmate de dieren meer of minder kauwen. Laat ik maar een dier nemen met een grote bek, de krokodil bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld dus van een dier met een buitengemeen lange rima oris. Dit waren mijn vrienden. Een Blanche. Ander geval waarbij de bek ook vrij groot is, vindt u bijvoorbeeld Toet. Bij de hond. Ook de hond in het algemeen, de carnivoren, hebben een vrij grote Pim. Bek. Maar toch niet zo groot als het bij de krokodil het geval is. Bij Dieneke die ik zojuist opnoemde, en Nico. De bek wat korter. Toch hielp het ons op den duur niet te doen of de bezetter niet bestond. In weloverwogen dosering kregen we maatregel na maatregel te slikken. Op bevel van de Rijkscommissaris zijn met ingang van heden de niet-Arische hoogleraar aan de universiteiten van hun functie ontheven. Omdat juist wij studenten een eeuwenoude traditie hebben te handhaven, is er voor ons maar één houding, die van het meest uitdrukkelijke protest. Alleen zo zijn wij trouw, niet alleen aan koningin en vaderland, maar ook aan een ideaal dat in de harten van zoveel voorgaande generaties die hier studeerden geleefd heeft. Het ideaal van menselijke waardigheid, van vrijheid, van trouw en recht. Studenten, staakt! Ik herinner mij nog duidelijk de woorden van de rede die professor Cleveringa toen uitsprak. Het zijn deze Nederlanders, deze geleerden, die de vreemdeling ontheft van hun functie. Ik zeide u niet meer over mijn gevoelens te zullen spreken. Ik zal er mij aan houden, al dreigen zij als kokende lava uit te barsten. De wegdringing van hun plaats, op de wijze waarvan ik uw mededeling heb gedaan, is een tergend onrecht.
Jan! Goddank. Er is toch niets gebeurd? Het is toch eigenlijk reusachtig gegaan? Die zijn nou al halverwege de vrijheid. Wat was ik graag meegegaan? Pas dan te gaan. Geen gek idee. Eens kijken. Hoeveel zijn we? Zorgen 9 miljoen. Kan best. En wat is er gebeurd? Een mop. Jan. Ik begrijp mezelf niet meer. Ik kan geen vlieg kwaad doen. En dan net ging het vanzelf. Nu zijn jullie ook soldaten geworden. Hoeveel? 3, niet meer. Wie? Jij, Nico en ik. Mooi. Morgen. Morgen, Nico. Morgen, Nico. Jullie hebben me laten roepen? Ja, het is zover. We kunnen toch op je rekenen? Dat kan nou niet meer. Met onze nieuwe decoratie. Nou hebben ze toch klaargespeeld om vreemdelingen van ons te maken. Kom, Nico. Jan, ik weet het wel. Jullie leven allemaal met ons mee. Net als de mensen op straat en in de winkels. Die zijn aardig en vriendelijk voor je. Ik weet het wel. Maar nu is het toch maar zover. Als ratten in een val. En nu zegt er niemand meer over een paar maanden is het afgelopen. We gaan eraan. Tekent voor het slachthuis. Vooruit, Pim. Geef je pb's. Nico Polak, Amsterdam, 29 maart 1920. Die is dood. Leven Henk ten Katen. Schon klein kriegen. Notieren Sie mal. Erlass. Erstens, alle Angehörigen der ehemaligen niederländischen Wehrmacht müssen in Kriegsgefangenschaft zurückkehren. Zweitens, alle Unruhestifter werden standrechtlich erschossen. Drittens, alle Studenten müssen sich innerhalb 24 Stunden melden zum Arbeitseinsatz in Deutschland. Die Eltern derjenigen. Ze wilden ons dwingen een verklaring te tekenen. We weigerden. Toen moesten we naar Duitsland voor een zogenaamde arbeidseinsatz. Hiertegen was maar één middel, valse papieren, onderduik. We waren nu praktisch vogelvrij. Alles was nu illegaal. Ons hele leven, ons denken, zelfs onze studie. Maar in de latere jaren is de geneeskunde gaan beseffen dat een ziek mens een ander is dan een gezonde. Dat in de regel de gehele toestand van de mens bij het ziekteproces betrokken is en dat bij een ernstig ziek zijn
voor de werkelijke genezing vaak nodig is, een verandering in levenshouding, een wijziging in de instelling tot het leven. Dienovereenkomstig wordt in de geneeskunde bij het zoeken naar de oorzaken van ziekte en lijden meer en meer rekening gehouden met de eigen individuele voorgeschiedenis. Dames en heren, voor vandaag zal ik het hierbij laten. Jongens, er is een goed bericht gekomen. Er wordt een contactpersoon uit Engeland verwacht die een belangrijke opdracht voor ons heeft. Jan, zorg jij in ieder geval morgen om 14:00 in de diefsteeg te zijn voor nummer 14. Het wachtwoord is, mag ik u om een vriendelijk vuurtje vragen? Alles duidelijk? Ja. Denk erom dat dit alles strikt onder ons blijft. Mooi. De volgende kwestie is deze. Mag ik u om een vriendelijk vuurtje vragen? Instructie zit in sigaret. Nog iets. We hebben een noodlanding moeten maken. We zitten met een piloot, Engelsman. Waar is hij? Laatste boerderij rechts voor Van Brugge. Komt in orde, vanavond. Doe nog eens wat op die kachel. Ja, het wordt waarachtig hoog tijd. Goeie genade. Moet je hier eens kijken. Spiegeleieren met warsjes. En dan nog gebakken aardappelen erbij. Lees nog eens van die pudding op bladzij 475. Nee, vandaag geen pudding. Moet je eens luisteren. Hier heb ik iets moois. Men neemt een half pond boter, een pond suiker en 6 repen chocola en smelten dat op een zacht vuurtje. Wat is er toch een boel eten. Hongaars eten, Chinees eten, Indisch eten. En suikerbieten. Blanche. Ah. Ja. Dat is nou alles. Daar heb ik nou 12 uur voor geploeterd. In dat hondenweer. Op die gammele rotfiets. Van de ene boerderij naar de andere. Alsof je een bedelaar bent. Die moesten ze zien, die karavanen uitgeputte mensen. En ik heb weer iemand dood langs de weg zien liggen. En overal die razzia's op mannen, in elk dorp waar je komt. Als je dan eens bedenkt hoe je vroeger zo'n dag doorbracht. En nou, eten, eten, eten! Het afzakken naar het pijl van uitgehongerde beesten. Kom, Blanche. Je bent moe. Moe? Ik ben helemaal niet moe. Ik ben kapot. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Altijd dat gesjouw op de fiets. De ene keer met krantjes, dan met wapens, met berichten. En dan nog dat vervloekte eten. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Blanche, als je klaar bent met huilen, dan moet de piloot weggebracht worden. Kom, doe dat nou niet eens doen. Ah, oh nee. Onzin. Natuurlijk niet. Dat is toch mijn werk. Als jullie tenminste maar een andere jas voor me hebben, want ik ben deurnat. Sehr gut. Keinen schlechten Geschmack, der Junge. Na, mal weiter.
zou je nou wel echt kunnen omhelzen van louter vreugde. Weg, vader. Nu jongens, we weten nu wel dat niet alleen de liefde tot de wetenschap ons hier samenbrengt. Laat ik dus maar van wal steken. De vorige keer heeft Jan de ontmoeting met een agent uit Engeland gehad. Ik heb zojuist bericht gekregen dat hij nieuwe instructies voor ons heeft. Jan is nog met de eerste bezig, dan moet dus iemand anders gaan. Frits, als jij dat eens deed. Ja, maar dat kan toch niet? Zijn er nog meer die weten dat het niet kan? Niemand? Jullie kunt niet weten dat direct. Men, laat toch ruhig reingehen. De hele boel is verraden. Frits werkte voor de SD. Wat? Hoe weten jullie dat? Het is allemaal net uitgekomen. De Engelsman is direct na het gesprek met jou opgepakt. Ze hebben jou dus expres laten lopen. Zo, dus wij worden als lokkaas gebruikt. Mooi is dat. Dan moeten direct alle contacten worden verbroken. Ja, dat hebben wij ook besloten, maar jij moet hier nu direct weg. Dat is onmogelijk. Dit is mijn opdracht, die moet ik eerst afmaken. En bovendien komt Wim vanavond nog bij me. Ja, maar geloof me nou, Jan, je kunt hier niet blijven. Toen pakt die boel dan bij elkaar, dan zal ik meteen Wim wel even gaan waarschuwen. Blijf dan nog even hier. We zien elkaar de laatste tijd bijna nooit meer alleen. Mijn liefje, dat komt gelukkig gauw weer. We zijn er nu toch bijna. Dat is nou mijn verhaal. Zo zijn er duizenden. En ze eindigen allemaal met dezelfde slotzin. Laat dit nooit meer gebeuren. Dat kan alleen wanneer jullie in dezelfde spirit die je in de oorlog bezielde, de toekomst aanpakken. Dat proberen we ook. De volgende maand begin ik met mijn nieuwe werk. Kijk hier in onze studentenbioscoop. Hier kunnen wij, die in de oorlog alles kwijt zijn geraakt, onze studie zelf verdienen. Als kassier, als ouvreuse of als operateur. In de universiteitsstad Leiden zal Winston Churchill tot dokter honoris causa promoveren. D.O.D. Winston Leonard Spencer Churchill. Juris Doctorem.
honoris causa. De promotor, professor Klevinga, heeft de Latijnse formule uitgesproken en overhandigd dokter Churchill de doktersbul. Good show. A show of gratitude. Maar het probleem blijft. Laat dat nooit meer gebeuren. Ja. Maar het enige wat geschiedenis ons leert, is dat wij van de geschiedenis niets leren. De vrees voor de toekomst is erger dan het ergste heden. Presente fortuna, peior est futuri metus. Good old Europe. Brave new world.